Ja, jongens, welkom bij livestream nummer 102 alweer. Jazeker. En vandaag Fortuna Sittard Willem 2. Ik hoop dat jullie deze stream leuk gaan vinden natuurlijk. En ja, vandaag gaan we er weer voor, hè, boys. Ik ben benieuwd naar de stream natuurlijk, hè. Naar de wedstrijd. Zeker naar de wedstrijd. En ja, ik hoop dat het een leuke pot wordt natuurlijk, Fortuna. Een spannende pot. Wie weet. Ja, 7:30 is de wedstrijd natuurlijk. En Fortuna, ja, Willem 2 die... Ja, bij Excel 2-0... 1-2 speelde. 2-2 volgens mij tegen Excelsior. Ja, hier komt de 2-2. Zeker weten. Dat was ook een echte diehard voor de punten. Dus ja, ze moeten ook knokken om de punten erbij te houden. Zeker goed. En ik hoop dat jullie dat natuurlijk ook leuk gaan vinden om deze wedstrijd te zien. Ja, 1248 subs, we zitten bijna op de 1300, nog maar 52, sorry. Ja, dat zeg ik heel goed, 52. Jongens, je bent er ook weer. Aandacht tekort. Nee, natuurlijk. Maar ik hoop gewoon dat dit vandaag een iets andere wedstrijd wordt, veel countervoetbal. Dus gewoon veel op de aanval. Sol natuurlijk. Nou, wie weet, hè. Fortuna moet de punten pakken. En zeker thuis. En zeker tegen dit soort clubs. Willem 2, die moeten ze gewoon afmaken. Maar ja, als ik al zie wie er spelen bij Fortuna. Ik ga het jullie nu laten zien. De opstellingen van Fortuna en Willem 2. Even erbij pakken. Fortuna, Willem 2. Ja, opstellingen. Ja, die hebben wij hier. Zeker weten. Op doel bij Willem 2 wel een Reuter, Hirkens, Lewis, Dankerlui, Palacios, Lifting, Crowley en Lunch. En Crouch, Afdijay en Fransol. En bij Willem 2 Kosselev, Fortuna, Kosselev, Sirani, Ninai, Dammers, Hospitalieri, Rodriguez, El Masaoudi, Smeets, Semedo, Novakovic en Diemers op linksbuiten. Zal wel in een twee spitsen systeem spelen. 4-4-2 en dan eentje erachter en eentje ervoor. Dus Semedo in het punt. Novakovic erachter. Dus ja. Ik ben erg benieuwd naar de wedstrijd, jongens. Zeker hoe het in zijn werk gaat. Ja. Ik bedoel, die namen die zijn inderdaad moeilijk, ja. Oh, hij moet. Dus ik vind het helemaal niet erg of zo. Hoe en wat. Gewoon 100. En wat zijn jullie uit... Wat is jullie voorspelling, jongens? Zo, hij hoeft niet meer te komen. Hij hoeft niet meer te komen. Mijn voorspellingen voor deze... Voor mijn voorspelling voor deze wedstrijd... Ik weet niet meer wat het was. Het was in ieder geval mijn 0-1-1-2. I don't know. Ah jongens, zondag, hè. Morgen alweer een livestream. Oh, morgen hebben wij livestream nummer 103, 104. En 104 is de topper. PSV Ajax om 4 uur live. Ben daar sowieso bij. Want je weet het. Altijd als ik live ben, wordt het leuk. Wordt het echt leuk. Zij jongens, blijf subben. Moderators, blijf alert. En ik hoop dat jullie natuurlijk vandaag weer... allemaal weer een abonnee gewoon erbij steunen. Gewoon naar de 1300 gaan. Is er geen probleem voor mij. Gisteren de stream van Heracles ook wel leuk. Uiteindelijk ging toch de laatste 20 minuten. Moet ik die een time-out geven, ja. Die tegenpraat en de keuzes van een mod. Gewoon mensen die vragen om mod gewoon gelijk een time-out geven. Uiteindelijk weet ik wel wie er echt een mod kan zijn en wie niet. Want ja, ik zou natuurlijk mods weggeven, maar ja, niemand... zei van niemand is echt een trouwe mod, alleen de echte modder is van nu en mensen die ik nog ken van de andere accounts, van de oude streams, van de echte koude dagen streams. Nu worden het weer warme dagen eigenlijk.
Misschien hotspot, je weet het. Het is net als koken. Hoe warmer het wordt, hoe beter. Hoe kouder het wordt, hoe slechter. Zie het maar in als een voorgevoel. Zie het daar maar gewoon in. 1248, jongens. Ja, we zijn al een eind verder. Een heel eind verder. Het regent ook nog steeds. Het waait. Ja, joh. Het is echt heel de dag aan het regenen. Het is echt saai weer buiten. Fortuna die de punten natuurlijk ook hard nodig heeft in de strijd om degradatie. En zichzelf gewoon moet bewijzen. Hoe ze zich moeten laten zien is gewoon thuis de kansen afmaken. En gewoon proberen te winnen natuurlijk. Geen problemen te maken thuis. En gewoon zichzelf blijven. Heracles natuurlijk gisteren gewonnen. Hebben gewoon nu al 4 wedstrijden gewonnen. En 1 gelijk van de 6 is prima. Ja, Fortuna daarentegen staat 11e met 5 punten. Het staat allemaal ver van elkaar af. Winnen ze vandaag staan ze 7e of 8e. Maar ja, een van die twee. Maar dan moet dat weer goed lopen. VVV NAC vandaag ook. NAC 17e, VVV 7e. Als VVV weet te winnen thuis is het heel knap. Dan staat het op 11 punten. En dan zijn ze al verder uit de gevarenzone. Groningen. Die moet morgen winnen. Nou, die moeten dan morgen tegen... Wie was het ook alweer? Moet ik even kijken voor jullie. Groningen moet tegen... Mijn AZ. Volgens mij AZ. Ja, Groningen AZ. Morgen om... Zo, wat zou het zijn? Nee, morgen is er geen keukenkampioenvisie. Dat is volgende week. En volgende week zaterdag hebben wij dan weer... Zo, het zijn echt drukke dagen, man. Echt drukke dagen. Volgende week zaterdag hebben wij... Fortuna is om 8:45. NAC PSV om 6:30, jongens. Het worden echt weer die leuke avondstreams. Zaterdag. Zaterdagavond. You know it. You know it. We gaan er gewoon weer voor. En tuurlijk. Altijd zijn we erbij. Altijd zijn we live. Ja, een greenscreen. Tuurlijk zou dat lui zijn. Daar ga ik nog gewoon voor. Als ik een greenscreen wil kopen. Die plak gewoon een sticker op. Nou kijk, eigenlijk... Weet je, eigenlijk is het helemaal niet erg. Ik heb nu gewoon een blauwe muur. En ja, ik hoef niet per se een greenscreen te hebben, hoor. Is helemaal niet erg. Want ja, waarom zou ik... Woensdag en donderdag hebben wij natuurlijk ook weer wedstrijden. Donderdag hebben wij Feyenoord. Woensdag hebben wij Ajax en PSV in de beker. Ja jongens, het worden allemaal weer leuke streams, denk ik. Ah, althans, leuk. Ik hoop wel dat ze leuk worden natuurlijk. Voor mijn gevoel. Ja. En morgen, jongens. We zitten er al heel lang op te wachten. We zitten er al heel lang op te wachten. PSV Ajax. Wat zou dat worden voor wedstrijd? Ik zou het niet gek vinden als Ajax wint morgen. Ik zou het helemaal niet raar op kijken als Ajax wint. Hoeveel kijkers hoop je? Joh. Als je zegt, als je al iets wil hopen op kijkers, dan heb je al... Kijk, een hoop is natuurlijk is goed, maar dan dwing je meer om kijkers te pakken. Ik zeg altijd maar zo. Ik hoop gewoon dat het een leuke stream wordt. Ik zie wel hoeveel kijkers er komen. Allemaal mensen van Fortuna. Sommigen van Willem II, maar merendeels van Fortuna natuurlijk. Club van mijn opa, dat blijf ik zeggen. Natuurlijk altijd maar weer achter zijn club gaan staan, mijn opa. En altijd maar weer doorgegaan. Als er iemand mij open aanraakt. Of iemand iets zegt over Fortuna. Ja. Moet hij niet gek opkijken als er wat met hem gebeurt. Wat is je record? Geloof 400 of zo. 400 bij... Ajax was het? Ja, Ajax of PSV. PSV... Ja, volgens mij PSV, ja. Nee? Ja, nee. PSV Ajax of Utrecht. Ja, jongens, de spelers gaan het veld op. Ik zou het ook echt niet meer weten. Het maakt me ook eigenlijk totaal niks meer uit wat mijn recordstream was. We gaan er meer pakken. We gaan meer streams weten te boeken. En ja, ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal weer van de partij zijn. En allemaal gewoon liken, subscriben, abonneren. Want ben je dat nog, heb je dat nog niet gedaan, doe dat zeker. Join mijn Discord. En ja, alle mensen die raar doen met, in de Discord, die worden meteen geband en gekickt.
Dus join de Discord zeker. En ik hoop dat jullie dat zeker willen gaan doen. Zo. Natuurlijk. Stichting van de Vriendenloterij. Die zorgt voor zieke kinderen. Die de ergste ziekte hebben. Die meteen aan die ziekte of overlijden. Of te minder lang volhouden. Natuurlijk. Shout-out naar die kinderen. En shout-out naar de mensen die dat hebben. Want dat is zoveel respect dat ze daar... zoveel respect dat ze daarmee omgaan. Echt. Ik vind het ook echt gewoon triest dat die ziekte bestaat. Waarom zijn er eigenlijk ziektes in het leven? Ik begrijp er ook eigenlijk niks van. Menselijk lichaam is raar. Echt waar. Ja, maar ja, zo is het nou helemaal, jongens. We gaan de wedstrijd weer doorpakken en doorvatten. Om maar zo te zeggen. De ballonnen gaan de lucht in. Mooi. Mooi gebaar ook. Zeker. Applaus ook. En ja, we gaan de wedstrijd weer... van analyse voorzien, hè, jongens. Oftewel van live commentaar. En dat is toch wel één ding wat ik altijd heb leuk gevonden. Live commentaar, jongens. Het is een ding. Het is iets wat voor mij echt puur is geworden. En gewoon... ja, niet van ophouden weet. En dat is wel mooi. Hospitalieri, Thomas, Ninai, Sirani, Jose Rodriguez, El Mayuri en Smeets, Dimas, Novakovic, Semedo. En Abdul Kosselev. Natuurlijk, dat zijn de elfnamen van Fortuna. Wat zou het vandaag worden, jongens? Zou Fortuna de punten meenemen en in eigen huis laten? We zullen het zien, hè, jongens. Scheidsrechts aan Alat Lindhout. Zeker. Scheidsrechter, nou, ik weet niet. Het zal wel een goede scheidsrechter zijn. Prima. Je hebt tenminste een scheidsrechter. Wees blij. Zeg ik altijd maar zo. Ik zeg ook altijd maar zo. Heb je geen scheidsrechter, kan je niet voetballen. Oh, een minuut stilte, jongens. Dan ben ik ook even stil. Dus. Ik ben... nu stil. Ja, jongens. Goed gedaan. Prima. Gewoon respect getoond ook. Dat zou ik ook vaker doen als er een minuut stilte is of twee. Dan zou ik ook gewoon mijn mond houden. En dat is gewoon een... gewoon iets wat te maken heeft met een beetje opvoeding. En gewoon zeker je eigen ding. Welleroy, de Palacios, Heerkes, Lewis, Dankelui. Voorin, op het middenveld, sorry, Liefding, Crowley en Loinks. En voorin hebben wij Fran, Sol, Afdijai en Crooks. Zijn jongens, zeker respect, ook minuut stilte, zeker ook gewoon stil zijn. Denk ook gewoon even na van hoe zou jij het vinden als er een minuut stil voor jou zijn. Of althans voor je familielid. Dat is gewoon zo. Ook al heb ik 10 miljoen kijkers, blijf gewoon stil. Och. Dus ja jongens, blijf zeker gewoon goed... jezelf en doe het gewoon goed. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. We gaan beginnen aan de wedstrijd. De wedstrijd is begonnen. We zijn begonnen aan de wedstrijd, jongens. Fortuna Sittard Willem 2. De aftrap is genomen en wij zijn ook weer begonnen. Eerste lange bal richting Novakovic. Messaoudi. Goed gedaan. Ach,
Sira, die glijdt uit. Oei, oei. Zo, jongens, iedereen gewoon like, abonneer, subscribe en doe je ding. Want ik ben altijd live voor jullie. En zou dat ook gewoon zijn. Dus doe gewoon je ding. En ben er gewoon bij altijd. Het is niet druk in het Fortuna Stadion. Nou, althans, het is altijd wel druk in, nu in de Eredivisie, maar niet helemaal uitverkocht. Natuurlijk niet heel Sittard gaat er naartoe. Dat is ook weer zoiets. Diemers is opgevangen. El Messaoudi. Goed. Rodriguez. En Diemers weer. Smedo. Smeets. Beetje in de drukte gezaaid. Maar gewoon door. Novakovic goed doorgekopt. Alleen komt niet aan. Ja, Semedo speelt wel, jongens. Dat is wel fijn. Moet ik eerlijk toegeven. Dat Semedo speelt. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij om. Want, ja, weet je, het punt is bij mij. Oh, die bal gaat er bijna in. Zo, was een goede kans. Kostelev goed gered. Hoekschop Willem 2. Oei, oei, oei. Dat was een gevaarlijk schot van Crowley, trouwens. Ah, zo'n smerig wippertje. Ja, dat heeft hij heel slim gezien, die Crowley. Heel slim. Corner komt achterin. En Kozelev heeft hem. Kozelev heeft hem zeker. Ach ja, jongens. Ik ben zeker blij dat jullie er allemaal zijn. En gewoon doen wat je altijd doet. Gewoon kijken. En door. Semedo, goed. Heel goed. Semedo. En Lewis met een goede tackle. En dat willen we zien. Gewoon op de bal. Op de bal, jongens. Geen probleem. Diemers. Diemers, Rodriguez. Op rechts Ospitalieri. Dus op nummer 13, sorry. Ospitalieri en die andere is zo. Ospitalieri en Sirani. Ja, juist hem, Sirani. Lewis. Kijk jongens, we hebben 7 mensen in de Discord-app. Dus dat is ook weer lekker. Ja, Sol vroeg hem al. Kroeks. Bal gegeven. Ja, Kostelev heeft hem. Keurig hoor. Kostelev heeft hem heel goed te pakken. Zeker. Och, ja, dat was goed weggedraaid van El Messaoudi. Dat doet hij prima. En dan haalt hij ook gewoon een slimme vrije trap aan over en uit. Zo. Loings op het middenveld natuurlijk. Ook dat weer. Dus ja, jongens, morgen 11:15 live Feyenoord Utrecht. Ook die. Oh, Semedo gestuurd. Semedo. Sneller. En de keeper komt goed. Heel goed gedaan. Jongens, morgen weer mijn uiterste best om alles aan jullie zin te krijgen. En morgen heb ik weer een topstream. Dat zijn 2 topstreams. Feyenoord Utrecht en PSV Ajax. In de middag geen stream. Gewoon middag wel stream. Maar ik bedoel, dan is het PSV Ajax. Dus geen 2:30 stream. 1:15 stream moet ik helaas doen. Dat is dan Feyenoord. Ja, dat is dan maar zo. Dat is dan maar zo, hè, jongens. Ja, goed gekiept door Wellen Reuter. Heel goed gekiept. Jongens, wie denken jullie dat er gaat degraderen? Want er zijn natuurlijk ook geruchten en zo. Maar ik denk dat er. Ja, ik weet niet. Ik kan nog geen zinnen zetten. Kroeks. Sol. Kroeks. Nog steeds Kroeks. Afdijay. Ja, die bal die wordt van richting veranderd. Dus dan is het geen buitenspel. Sol. Dankerlui. D, hè, jongens. D. Hij heet Dankerlui. Niet donker, maar Dankerlui. Snap je? Dus niet dat jullie denken dat ik iets anders zeg. Want dan komt het weer wat raar over. Geeft niet.
Geef niet. Ik doe gewoon wat ik altijd doe. En mensen moeten mij gewoon. Ja, als je mij niet vertrouwd wordt, waar kan je me wel op vertrouwen? Als ik zeg zwijgrecht, vertrouw me daar maar op. Oh ja, hoekschop voor Willem II. Wat is Johnny nou weer aan het doen? Zijn het street dance of zo? Mooie jots. Jonge jongen. Een kopstoot. Vrouw die met de hoekschop. En Smeets haalt weg. Weer een hoekschop. Nu, de corner komt van Crowley. De goede indraaiende hoekschop. Kostelef komt. Eén hand. En dan. Rodriguez moet verdedigen. Doet dat goed. Zet hem goed opzij. En één worp voor Fortuna. Één worp voor Fortuna. Ja, daar zit je dan als fotograaf. Als fotograaf. Semedo. Liefdink. Niet veel aan de bal gezien. Niet veel aan de bal gezien natuurlijk. En nu. Hospitalieri goed verdedigd hoor. Keurig. Zo doe je dat. Wie denk jij kampioen? Wie denk jij dat de kampioen wordt? Zo moet je het ook maar zien. In de Eredivisie. Daar ga ik geen uitspraak eigenlijk over doen. Want ja. Voor hetzelfde geld kan je ook aanspraak maken met de top 3. Hè? Je weet het nooit. Feyenoord en Heracles. Heracles kan ook uit de hoek schieten. Ik geef ze ook. Is wel een kans om in de top 2, top 3 te komen. Ja, van Nederland. Er zijn zoveel competities. Ik begrijp dat je de Eredivisie bedoelt. Maar. Snap je? Fortuna aan eigen huis komt in de laatste 25 competitieduels telkens tot scoren. Nou, dat was toen nog met Per Schuurs. En Dianessi. Die zijn allemaal weg. Ja, die zijn allemaal weg. Hey jongens, volg me ook op Insta. Morgen gooi ik weer een nieuwe poster op. Dat is dan de matchday. PS2 post, geloof ik. Matchday van PSV en matchday van Feyenoord. Feyenoord Rotterdam, altijd jongens, altijd leuk. Crooks, onderschept, goed gedaan. En nu Fortuna moet door. Goede onderschepping van Lewis. En dan een tackle. En overtreding was er al opgemaakt. Op Lewis. Lewis die natuurlijk uitgeleend was aan Dort. Aan Willem II voor de tweede keer. En nu gewoon weer bij Willem II, dus dat is mooi. Willem II heeft daar een goede handeling in geplakt natuurlijk. Net, kijk, ik vergelijk hem meer met een Zeefuik of een TT. Het is echt een goede rechtsback hij. Want ja, hij heeft ook gewoon het vermogen om naar voren mee te sprinten. En zeker. Dat is hij echt wel voor waarde. Daar is hij echt goed in waarde. Crooks. Op in het duel met Sirani. Eerst daar langs. Crooks. En teruggelegd. Niet. Onderschepping door Rodriguez. Fortuna moet eruit. Diemers. Fortuna kan eruit. We hebben twee met 6, 7 man op de eigen helft. Althans, op de helft van Fortuna. We moeten het gewoon proberen door te stomen, joh. Echt. Je moet niet blijven wachten. Gewoon doorgaan met waar je mee bezig bent. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Messaoudi. En nu. En nu, ja. En nu, wat nu? Diemers. Ach, jongens, toch. We gaan even te kijken hier. Rare gek. Rare vogel. Dit is het druk, man. Oh, Diemers, nu. Meegeven. Meegeven. Novakovic. En Welleroy, dat komt goed. Wat een mooie steekbal. Hé, hey, jongens. Ben er morgen bij. Ik zeg het alvast. Ben er morgen echt bij. Feyenoord Utrecht wordt een leuke stream. Wordt een prima stream. Nou ja, ik blijf gewoon mezelf, toch? Ik heb nog steeds scheid aan iedereen. En dat zou ik ook altijd hebben. Dat is het mooie ervan. Loinks. Overtreding gemaakt. Geen gele kaart. Nog niet.
krijgt zijn laatste waarschuwing, denk ik, Nienaai. Die moet even bij de scheidsrechter komen. Dan krijgt hij of een laatste waarschuwing of een gele kaart. 1, 2, 3 is het. Of tweede en de derde is een gele kaart. Als ze gerustig aan, ja, dan wordt het de derde is een gele kaart. Dat weet ik wel in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Is vrij trap snel genomen, Crowley. En nu, ja, die is er langs, Hirkens. Freek Hirkens. Ja, die gaat schieten. Die schiet. En hoekschop. Ja, hoekschop. Dat is heel slim gedaan door Hirkens. Hoekschoppen kunnen uit verschillende punten vallen. En dat is ook ja, prima, toch? Als Willem II daarvan kan profiteren. Lange kopmachten. Lange luchtmachten natuurlijk. En slimheid. Willem II natuurlijk met een vol uitvak mee. Tilburg. Ja, Limburg. 80 kilometer. Niet echt de verste reis, maar ook niet heel dichtbij. Horner komt. Sol. Daarachter nog Crowley. Goed verdedigd door Nienaai. Sirani bedoel ik. En ook weer goed verdedigd door Afdijay. En dan ruzie met Diemers. En dan ruzie. Kijk, dat moet je niet doen, Afdijay. Dat moet je niet doen. Die krijgt... Oh, wat? Krijgt Diemers geel? Ja, Afdijay die doet toch wat doms? Ik weet niet. Nou, Diemers loopt. Nou, dit slaat echt nergens op. Hij zegt laatste waarschuwing. Scheids, let op man. Hij geeft hem toch een beuk. Is goed. Dat bedoel ik. Ik ga niet eens veel praten. Jullie weten dus wel waar ik het over heb. Och. Jongen, jongen. Dat is zo gek van die scheidsrechters, hè. Die Afdijay die loopt erbij alsof hij een of andere Rico Vroef is. Moet je oppassen. En weer overtreding. Ja, dit wordt geen vriendenpotje. Dit is sowieso geen vriendenpotje, want die Diemers en die Afdijay die mogen elkaar nu al niet meer. Wordt leuk. Ik kijk al mijn video's. Ach ja, prima toch. 4 video's in een week. Sowieso 3, 4, 5 livestreams in een week. Volgende week weer een paar livestreams. Wordt leuk jongen, wordt echt leuk. Diemers, onderschept. Gewoon door. Gewoon uit de tent lokken, joh. Goeie bal, Semedo, op snelheid. Nu, 1-1 met Dankelui. Semedo. Semedo, de langs. Semedo. 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 Wel, goede redding van de keeper. Goed gedaan door Welleroyter. Prima gedaan door Semedo. Zocht de actie op. Hij kwam er ook gewoon langs. Zeker. Ah, goed gered door de keeper. Goed gered. Natuurlijk, Hofland van Fortuna. Ben benieuwd. Smeerde op de af voor de afvallende bal. Corner komt van Diemers. Die Nienaai mee, die Dammers mee. Nou, Crowley moet zijn schoen nog even aandoen. Want als je die de noppen in je, op je tenen krijgt, dan is het echt irritant. Is het echt irritant. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ja, mooie schoentjes hoor. Wit met rode Adidas. Ja, weet je, Semedo is slim en heel snel. Dus daar moet je voor oppassen. Maar hij kon ook de verre hoek zoeken, maar hij zocht toch de korte hoek. Hij zocht nogmaals de korte hoek. Zo. 1-0 voor Fortuna. Oh, ik was het helemaal vergeten. Ik kijk naar de chat en er staat 1-0 voor Fortuna. Doelpunt te maken, Dammers zeker. Ja, Wessel Dammers. Prima. Prima gedaan. Oei, oei, oei. Ja, dat mis ik. Zie je afleiding. Corner komt van Diemers. Dammers. Oh, goed gedaan. Goed ingelopen, hoor. Prima ingetikt, hoor. 1-0 voor Fortuna. Wessel Dammers. Slim gedaan door Fortuna om hem te halen. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik nou te zeggen met aankopen die ze moeten doen. Ze zijn heel slim. En dit heeft Fortuna nodig. Doorkomen. Gewoon doorgaan. Fortuna is al blij als ze erin blijven. Maar wie weet zit er nog meer in het vat. Je weet het nooit. Lifting vastgehouden. Door José Rodríguez. Je moet oppassen dat hij geen gele kaart krijgt. Ik moet zeker oppassen dat hij geen gele kaart krijgt.
ja, Willem II gaat nu juist meer naar voren, want anders dan heeft het niks. Dat is het punt nou. Als je 1-0 voor staat, heb je een klein voorsprongpuntje en ook een punt om juist op de counter te gaan spelen. Hun maken een fout en jij komt erdoor. Ze willen met z'n allen de aanval in aan gaan. Misschien zijn de twee verdedigers hooguit. Kom je met 3 man erdoor, ja. Zie het maar eens goed uit te spelen. Dat is niet heel moeilijk als je het maar gewoon slim speelt. Voetbal is gewoon een denksport en niet een sport om te doen. Eigenlijk is het een denksport. Hoe meer je weet, hoe meer je eigenlijk kan. Het is een kwestie van interpreteren. Crooks, af, DJ, de langs, nee. Tegengehouden door Sirani. Of nee, door Nina. Ja, die Afdi Jai is een vervelend mannetje, hoor. Dat is een vervelend spelletje. Goede techniek, een goed schot, maar dat haalt het bloed onder je nagels vandaan. Echt waar. Dat is echt zo irritant. Ja, die wordt dadelijk echt een keer, die krijgt echt een rotbeuk van iemand. Ik zweer het je, die gaat echt niet meer overeind komen als die dadelijk tegenover Damme staat. Crowley, met de voorzet. Of wordt het Crooks? Nee, het wordt Crowley. Crowley, slimme bal. Achterin nog. En half weggerost door Smeets. Fortuna moet hieruit. Ach, kom op Smeedo, hard werken. Oh, mooi gedaan. Oi, oi, oi. Af DJ, dat bedoel ik met slimheid. En tegen die Crowley, ja, die kan dat wel. Even kap, even draaien. Voorzet. Ja, Sol kwam, maar de keeper kwam ook, Kozelev. Prima gered. Margaret. Dus ja jongens, morgen weten jullie het. Ben daarbij. Dankerlui, iets te veel voor zich uitgespeeld. Maar toch, Crooks. Crooks, nu met Sirani. Alleen daar hoeft hij langs te komen. Maar nu veel ondersteuning, Crooks. En goed verdedigd door Sirani. Heel goed verdedigd. Ja, jongens, bijna de 1250. Nog 1 sub voor de 1250. Wie nog niet geabonneerd is, doe dat dan zeker. Want ik weet er van de 15 mensen die nu kijken, is er sowieso wel 1 niet geabonneerd. Dus ja, 25 Eredivisie wedstrijden, eerste doelpunt voor Wesseldammers. Nou, dat is toch wel ja, op zich nog wel goed. Heeft al een aantal met Feyenoord gespeeld natuurlijk. En een aantal met Fortuna nu. Dus ja, Novakovic. Ach, kom op jongen, gewoon doorgaan. Nu, sterker, Novakovic. Goed, meegeven. Ach, gaat naar binnen. Ja, en daarachter komt nog ondersteuning. Maar die is ook weer de bal kwijt. Die is ook weer de bal kwijt. En nu, omschakeling. Loinks, de voorzet. Geblokt. Ja, ook weer goed verdedigd hoor. Toch maar een inworp. Beter dan een hoekschop. Beter dan een hoekschop. Zo doen we dat, jongens. Wij zijn goed bezig, weet je. Ik bedoel, wij samen. Ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met jullie. Nu met een 3 tegen 3 situatie. Heel met Saudi. Als hij het slim uitspeelt, kan die Diemers overslaan. Goed zo. En nu, Sirani. Meegeven? Nee. Heel met Saudi. Oh, met Sayuri, nog steeds. Nog steeds, ja, die is heel sterk en slim. Semedo, Rodriguez. Oh, net naast geschoten. Ach, jach, 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 jach. Heel jammer. Heel jammer. Fortuna probeert alles om naar voren te spelen natuurlijk. En gewoon zichzelf te blijven. En niet dom naar achteren te spelen. Want dat is iets wat je niet moet doen. Dom naar achteren spelen. Wat je wel moet doen, is naar voren spelen. Maar kijk, als je niet anders kan, oké, dan kan ik het begrijpen. Maar als je nou 1-0 achter staat, dan moet je toch gewoon naar voren. Het is iets wat je zelf moet weten. Nou, doe er iets mee, zou ik zeggen. Doe er iets mee. Omschakeling, af DJ. Nog steeds, ja, die is heel slim. Die is erg slim in dat soort dingen. En nu? En nu? En nu, Crowley. Crooks. Voorzet. Verdedigd. Goed. Goed verdedigd trouwens ook. Lange bal. Was bedoeld voor Novakovic. Ja, goed verdedigd door Lewis.
En nu Kroeks weer, Kroeks. Ja, die gaat naar binnen voor het schot. Kroeks met het schot! Op de lat! Zo! Heel schitterend geplaatst. Echt heel mooi geplaatst door Kroeks. En dan zo! Terugleggen en weer niet. Ja, het was echt een prima schot hoor. Zo. Ojojojojoj. Wat een lekker uittal van Kroeks. Ja, eerst de actie. Ja, om Diemers heen. En dan geplaatst hoor. Echt. Tja, dat verdient echt een beter lot. En had ook een beter lot mogen verdienen. Met een kraslot. Nee, moest even een punchline gooien, jongens. Dat mot gewoon nog even. Ja. Nee joh, weet je, dat is het gewoon. Als je zo'n schot creëert, dan weet je dat er meer in zit. Dat is gewoon echt zo. Dammers. Ja, met Sayuri. Wat doet hij nou? Schopt hij hem nou onderuit? Nou, dan gebeurt voor de rest niks. Hij is gewoon groot en sterk natuurlijk. Dus jij jongens, volg me ook op Instagram. Je komt gewoon met je naam in beeld. Nog steeds moet ik de Discord service. Als je wilt joinen, zou het zeker top zijn. Oh, wacht. Oh mijn god. Ben ik nou weer dom bezig. Wat ben ik nou weer aan het doen, jongens? Jongen, jongen. Ik moet even de Discord erin gooien, natuurlijk. Kijken. Ja, dan heb ik deze. Dan heb ik deze. Hebben er nu 1, 2, 3, 7. Of mij 8 members hebben we. Ja. 8 members jongens, dat is prima. Maar dan moeten er meer zijn. Want je kan ook steeds meer weten, toch? Gewoon wanneer ik live ben, wanneer ik gewoon doorga met mijn dinges. Ja, dat is gewoon een ding wat je gewoon moet weten, jongens. Dus ben er altijd bij in mijn streams. Ik zeg het alvast morgen. Veel aankondigingen heb ik gedaan. Maar morgen sowieso 2 livestreams. Dat is Feyenoord Utrecht en PSV Ajax. En die wedstrijd PSV Ajax wordt leuk. Echt. Die wordt echt leuk. Blijf subben. Deze. En join. Mijn Discord. Zo doen we dat, jongens. Ja. Ja, zo ongeveer goed. Prima gedaan. Prima gedaan, jongens. En waarom ik de vraag. Morgen natuurlijk bij PSV ga ik veel zeggen. Van wat ik allemaal top vond aan de streams van vanaf 1 augustus tot en met nu. Want toen was de stijglijn erg hoog. Vanaf 1 augustus tot en met 20 augustus, geloof ik. En we zijn nu alweer augustus, september. We zijn nu alweer een maand. Ik denk 2 maanden verder. Nou ja, dat is toch wel prima eigenlijk. We hebben het gewoon bijna 2 maanden verder. En we zijn gewoon bijna op de 1300 subs. En morgen moet dat natuurlijk gaan blijken dat het meer wordt. Met Zuidi. Ja, dat is een hele slimme bal. Alleen dan moet hij wel achteraan gaan rennen, Dimas. Doet hij ook. Houdt hem nog binnen. En dan... Goed, ach, dat was niet zo heel goed meegegeven. Hé hey jongens, blijf gewoon subben. Echt, doe dat gewoon. Doe dat gewoon. Want hoe meer subs, hoe meer ik kan doen, hoe meer giveaways ik kan geven. Ja, VVV NAC is om 19:45, maar die streaming morgen hopelijk veel kijkers en extra subs, jazeker. Morgen moet dat zeker gebeuren. Semedo zag dat goed. Hospitalieri met de voorzet. Ja, daarachter staat Diemers nog. Slag verdedigd. Diemers. Dat is een sterke basiskracht. Ah, slecht gespeeld. Jammer. 102 jongens alweer. Ja, we zijn goed op weg. 102 livestreams. Verdeeld over allemaal verschillende accounts. Maar dit account moet gewoon doorgezet worden. En omgezet worden in een top account.
En ik ga er ook alles voor doen om dit zo hoog mogelijk te houden. En ook via school commentator te worden van dus omroepen. En dan ga ik bij bepaalde radiozenders werken. Eerst allemaal stages voltooien. Dus het wordt toch een zwaar jaar. En morgen kan ik daar een iets minder, ja, een procentje minder van afhalen natuurlijk. Door veel subs te pakken morgen en veel kijkers. Want hoe meer kijkers, hoe meer mensen. En morgen moeten alle mods gewoon aanwezig zijn. Dat is gewoon een punt. Het is zondag. En dan weet je hoe ik erover denk. Dan weet je dat gewoon. Nu de actie. Crowley. Sol. Met een corner. Ja, dat doet hij slecht. Waarom schiet je die boven de achterlijn? Jongen, jongen. Heeft toch helemaal geen nut? Wacht, ik ga even het licht aan doen. Even het licht aan doen, jongens. Oei, oei. Of. Ja, jongens, zeker weten, allemaal abonneren en dat komt goed. Dat komt gewoon helemaal goed. Hoogstwaarschijnlijk, ik ben er hoogstwaarschijnlijk bij. Ben. Ja. Oh, dat is 1-1. Ja hoor. Hij zit. Dat is Sol. Of het is Crooks. Nee, het is Frans Sol. Met 1-1. Het is Sol, jongens. Die de 1-1 mag. Maar op zijn naam mag schrijven. Nou ja, zo zie je maar weer. Frans Sol goed weggelopen. Even voor zijn man gekomen. En via de onderkant van de lat zit hij erin. Staat het alweer 1-1. Zo staat het alweer 1-1, jongens. En morgen zijn er wel heel veel mensen aanwezig, weet ik wel, bij de stream. En ja, heb ik maandag het eerste uur vrij, dan moet ik even goed kijken. Ja, een header, een header. Ook dat weer. Wauw. Meen je dat? Heb ik. Wauw, ik heb gewoon 2 keer in de ochtend Nederlands. Ik had eigenlijk het eerste uur vrij. En nu heb ik weer een extra uur Nederlands. Oh, ik haat mijn leven. Ik haat mijn leven. Echt waar. Het is zo jammer, hè. Want hebben we woensdag wel dan KNVB. Ja. Zo, weggerost. Die bal. Een overtreding gemaakt. Woensdag. Ach, waarom moet hij zo'n 8:45 zijn, man? Ja, PSV, Excelsior, Maassluis, PSV hebben we om 6:30. En dan, ja, Novakovic 2-1. Nee, de redding van de keeper. Wat een redding. Oei, oei, wat een kans. Ja, HVV Te Werven versus Ajax. Ach, 8:45. Dat is op een woensdag. Ja, weet je, ik doe er alles voor. En nu? Novakovic. Ja, goed verdedigd. Zullen ze het een haartje omhoog? Jongen, jongen, waarom moet dat altijd gebeuren? Ja, ik ga gewoon wel streamen hoor. Ik doe het er gewoon goed voor. En ik probeer gewoon altijd alles te streamen wat ik maar kan. Als één iemand zeker is. Voorzet, zo! Ah, die krijgt hem net niet goed mee. Die hoeft hem alleen maar goed te raken. Die hoeft hem echt alleen maar goed te raken. En zo wel, dan valt hij erin natuurlijk. Ja, het is een echt een goede kans voor een Vakovic. Ah, dat hij hem niet maakt. Dat is wel slecht. Dat is wel erg slecht. En nu, Novakovic, Diemers, Ruiz, veel sneller. Brooks. Zo. Eromheen. En dan, nog steeds, Ruiz. Hoe het mij gegeven.
Rooks. Is dat een hensbal? Is dat een hensbal? Nee, dat is geen hensbal. Een doeltrap. Gaat die liggen bij het Fortuna publiek? Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Want dan krijgt hij bier naar zijn hoofd. Wat doet hij nou? Krijgt hij nou bier naar zijn hoofd? Ja, dat moet je niet doen, liggen bij de harde kern. Hij krijgt bier naar zijn hoofd. Ach, jongens, doe dat nou niet. Fortuna heeft nog niet zoveel geld. Of speel je een biertje waar je 3 kwartier voor in de rij hebt gestaan? Nou, alcoholvermindering. Ben een Bob, ja. Ja, staan ze wel te lachen. Maar ze moeten die gast gewoon naar het publiek hebben pikken. Ja, tuurlijk. Wat was dat, een hoekschop? Nee, het was gewoon een. Zo, een hoekschop. Hij gaat even kijken hoe en wat. Dan gaan ze weer even kennis maken en contact maken met die en die en die. Bij de VAR. Dan zit er nog een vrouw bij. Godnamachtig. Dat wordt niet goed. Gaat die nou maar een kopje thee drinken? Allemaal magisch. Nou, de VAR zegt gewoon doorgaan, niks aan de hand. Groen. Niks aan het handje, jongens. Ik ben altijd actief. Ik werk hier hard voor. En waarom? Nou, omdat ik het gewoon wil doen. Terwijl ik gewoon wil naar die 10k subs. En bij die 10k gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En nu is ze mede gewoon erachteraan. Is het nou gedreven, Sirani? Ah, nog gewoon een inworp. Wauw, echt waar? Wat een wauw. Dat was wel raar. En die bal gaat erin. 2-1. Ja hoor, het is Frans Sol met het doelpunt. Oei, 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 wat slaat Fortuna hier te slapen? Wat staat Fortuna hier te slapen, jongens? Wat zijn ze toch blij in dat uitvak? Met die Frans Sol die gebleven is. Frans Sol die gebleven is natuurlijk. Ja. Doen ze prima. Dat doet hij prima, zeker. Mooi verlengd. Goeie voorzet ook. Van links. Albert van richting veranderd. En dan Sol. Ja, goed naar die bal gekomen. Heel goed naar die bal gekomen. Frans Sol. Hallo, wat hallo? Ja, het is heel slim wat hij doet. Wie is er beter? Op dit moment Willem II wel. Die toch wel in de verhouding wel wat beter speelt. Die ook natuurlijk zeker altijd beter aan de wedstrijd. Niet altijd beter is, maar ja. Nu dan weer wel.
Ah. Allemaal liken en subben, ja zeker. Zeker doen. Dat gaat je goed doen. Ja, als je gewoon like en sub. Zeker. Ja, Fortuna moet gewoon door. Moet gewoon echt door. Zo. Ah, weer die bal uit. Higgins. Weer. Nou, Fortuna moet echt oppassen. Gewoon hard in die duels gaan. Semedo verliest ook het duel. Nou, alweer. Steeds meer, hè, jongens. Oei, joh. Ja, nu Semedo, Diemers. Meegeven op Semedo, ja, dat is goed. Maar is die sneller? Nee, dat is die niet. Dat is die zeker niet. Jongen, jongen. Ja hoor, prima. Wie ligt er op de ligt er iemand op de grond? Gele kaart. Ja, Dammers. Nee, gele kaart. Voor iemand anders. Voor Ninai. Nou, die komt ook met zijn arm heel dom in. Moet hij niet doen. Dat moet hij niet doen, want dat is gewoon echt dom. En dat is slim, want Sol gaat er gewoon liggen. Maar hij krijgt misschien ook wel echt pijn aan zijn hoofd. Dat is ook weer zoiets. Als je echt pijn hebt, ja, dan kan je er niks aan doen. Dan kan je daar niks aan doen. Nou ja, zo is het maar eenmaal, jongens. We moeten gewoon door. Het is wel echt een saaie wedstrijd hoor. Nee. Ja, 8 uur dan. Dat doe je moeilijk man. De Mongo. Wat daar kind. Wat daar kind. Gele kaart voor. Is dat Paloy Palacios? Volgens mij wel. Gele kaart. Yep. Dat zeker. Oh, waarom doet men... Oh, maar... Oh, het is 2-2! Ja hoor, 2-2! Het is Novakovic! Nou, wat een rare wedstrijd dit. Goeiedag. Staat die keeper te slapen of wat? 2-2. Ik weet niet wat die keeper dan wel aan het doen is. Nou, eerst begon het met dit. Een goede aanval. Nou, die keeper die staat op het verkeerde been. Bal wordt van richting veranderd, voorzet van Sirani. En dan Novakovic die goed voor zijn man kopt. En gewoon die bal erin tikt. Voor de rest geen probleem. Voor de rest doet hij het niet moeilijk over. Ja, dat is weer een goed afmaakproces van hem. Drie, twee. En dan
ziet de wedstrijd toch wel iets anders uit. Ja, zo kan het alle kanten op. Eerst Sol met Sayuri, die eigen doelpunt staat het voor. Ach ja, Palacios Gil, ja. Een gele kaart. Voorzet nu van Kroeks. Weggewerkt door Diemen slecht. En dan vangt ze mee door. Maar die bal moet weg, Kozelef. Gedaan. Prima gedaan. En nu? Voorzet van Palacios. Oei, die verlengt die bal niet goed. Het is wel heel slim om die bal gewoon even een tikje mee te geven. Maar ja, niet slim genoeg. Kroeks. En weer die keeper. Weer die keeper, jongens. En even wat kijken naar mijn video's. Van welke het beste nou was. Ik zou toch wel benieuwd zijn. Kijk, die foto. Kroeks doet dat weer goed. Weer dan hoekschop voor Willem II. Willem II en Fortuna zijn elkaar gewaagd. Dus ja. Weer een biertje naar zijn hoofd gegooid. Jongen. Slaat dat nou weer op? Een bier naar iemand zijn hoofd. Dat hoeft toch allemaal niet, jongens? En weer een doel, hoekschop. Weer een hoekschop. Zo, die wedstrijd is wel een beetje anders gaan lopen nadat die 1-0 viel. Natuurlijk is het altijd anders als de 1-0 valt. Ja, nu. Voorzet. Weer niet. Ja, Sol ook goed vrij, maar ja. En dan? Kroeks. Afdijay slingert die bal in. Afvallende bal. Weggewerkt. Fortuna moet er nu uit. Novakovic, als hij goed meeneemt, dat doet hij, maar niet goed genoeg. En weer een overtreding. En wat nu? Doet de scheidsrechter weer niks. Wat voor spel voor VVV NAC? Ik weet het echt niet, man. Ik zou het echt niet weten. Dan moet je nou voorspellingvideo's kijken. Dan moet je nou voorspellingvideo's kijken. Dat is het beste, jongens. En nu? Dus jij jongens, allemaal abonneren, like, subscribe, doe dat ook gewoon. En in de rust. Gaat ADO winnen? Gaat ADO winnen? Dat is de vraag. Met Abdanasser El Khayati. El Khayati, om het maar goed te zeggen jongens. Maar goed uit te spreken. Natuurlijk ook nog steeds respect naar hem, want wat hij allemaal deed. Weet je, werkt in de, bij de container... containers in Rotterdam. Deed gewoon iets. Hijsen en laden geloof ik of zoiets. En uiteindelijk is hij gewoon voetballer geworden. En is hij bij je weer doorgegaan. Is meer door ruzie met de scheids. Ja. Ja, met een blindhout hoef je dat niet te proberen. Die denkt ook gewoon van, ja, nou laat maar. Hij gaat wel naar, naar de grond, maar dat heeft toch ook niet heel veel nut. Dat heeft niet veel nut, joh. Krijgt Smees nou een gele kaart? Ja, maar dat is ook... Waarom doe je dit? Het slaat toch helemaal nergens op? En nu is Sol Afdijay goed gekomen door de keeper. Ja, Kozelev zegt ook, ga gewoon een keer iets goed doen.
Wel eens van iedere keer maar rare dingen. Allemaal rare dingen. Als het zo meteen rust, jongens, naar Liefdink. Ja, het heeft toch geen nut meer. Morgen, jongens, zeker weten komen. Gewoon echt zeker weten komen naar de stream. Doe het prima. Is het zo rust? Ja, het is rust. Zeker. Tot zometeen, jongens.
Nou jongens, ik ben er weer. Het duurt wel erg lang die rust. Maar iets te lang. Om het maar zo te zeggen, weet je wel. Je weet hoe we dit doen. Ja, ik ben eigenlijk wel tevreden over de status van de stream. En ja, hoe dit verloopt. We zijn altijd alweer doorgaan en door aan het gaan. Weet je, ik ben super tevreden. Niet alleen omdat ik het ook gewoon goed doe, maar ja. Semedo eruit, Lamproet erin. Met nummer 97 als een aanvaller. Dus ja. Ook gewoon hopelijk prima. Yo. Dus ja jongens, ik ben zeer benieuwd naar het verloop van de tweede helft. En hoeveel doelpunten er zullen vallen. Dat gaan we de komende 45 minuten zien. De wedstrijd is weer begonnen en wij zijn ook weer begonnen, jongens. Zeker weten, allemaal even liken, allemaal even subscriben en hier de 50 zetten op de grond. Dat brengt geluk. Gelijk aan, oh zo! En dan, ja, dit is 3-1-2, wat een counter! Oei, 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 oei. Het is Afdijay die het afmaakt, 10 seconden, wat een snelheid. Jezus, Mina. Oei, 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 oei. Wat bizar dit. 3, 2. Tja, dat is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Wat een counter. Wat een mooie aanname van Sol. Goed gelegd. En heel goed gelegd door Crooks. En dan heel goed afgemaakt door Afdijay. Ja, die hebben dat slim in de vogelico weer geparkeerd. Dat ze gewoon goed door willen gaan. En nou. Dan gaan ze door. Ja, je ziet het. Het pakt gelijk uit. Nog 50 subs voor de 1300, jongens. Blijf subben. En dan nog exact 750 voor de 2K. 750 voor de 2K. Dus ook allemaal abonneren, jongens. Zeker weten. Zodat jullie natuurlijk ook al mijn streams leuk vinden. En er komt weer een aankondigingsvideo vanavond aan. Over Feyenoord. Althans, ik kan hem ook nu droppen. Nu kan ik hem ook droppen natuurlijk. Nou, er zitten niet echt heel veel mensen bij de Business Club van Fortuna. Kijk, als Per Schuurs er nou weer was, dan kan ik het begrijpen dat er iets komt. Nu, lange bal. Dat is een doelpuntrijke wedstrijd dit. Nou, Willem II die pakt gewoon goed door. En die geeft niet op. Dat is gewoon een punt waar dit seizoen heel veel op gelet moet worden. Sol is gebleven en heeft het heel slim gedaan. Die kunnen ze wel gebruiken in de voorroute. Dus ook heel veel aandacht aan besteed aan die Frans Sol. Hoe die het doet. Ja, prima toch. En nu. Goed. Dan gaan ze weer. Crooks. Crooks. Meegeven op Sol, jongen. Laat dat meegeven op Dankerlui. En dan 4-2. Nee, zo wat een spel weer dit, jongens. Jongen, jongen, jongen. Gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Ja, ze spelen goed door Willem 2. Ze spelen een lekkere pot. We willen echt een lekkere pot. Oh, jammer. Weer niet. Wat een kansen, jongens. Echt. Dit is echt bizar. Echt een kansen, jongens. Ja. Steeds maar weer meer mensen voor Sol, natuurlijk. Ja, dat doet hij gewoon echt goed af, die Chai. Maar die... De vooractie aan van Sol vooraf, dat was het begin. Dat was echt het begin. Je ziet die spelers niet vaak in de Eredivisie. Zulke nette spelers, weet je wel. Het is echt gewoon bizar, om het maar zo te zeggen. Nou, morgen wordt het weer lekker weer. Godzijdank dat het uiteindelijk hopelijk wat minder is. Nou ja, weet je. Je moet ook maar denken, nou, laat het een keer lekker regenen in Nederland. Zo moet je het ook maar denken.
Zo moet je het ook maar denken, jongens. Ik zeg ook altijd maar zo: beter regen dan geen regen. Want te veel droogte hier ook is ook slecht hoor. Maar ja, het waait nu ook hard. Nou, nu niet, maar het waaide vannacht echt bizar hard hoor. Echt, de takken waaiden van de bomen die waaiden gewoon om. Live op mijn kanaal: Feyenoord versus FC Utrecht. Live met de. Wacht. Even goed kijken, jongens. Aankondiging. Feyenoord versus FC Utrecht. Live. 11:45, jongens, ben ik live. Feyenoord versus FC Utrecht. Live met de voetbalcommentator. Jazeker, jongens, zeker weten. En nou, die aankondiging die gooi ik gelijk op. Die is er binnen nu en 10 seconden op. Dus kijk die ook zeker. Zou ik zeggen. Ach, Afdijay doet het slim. Crowley. Crowley, ja, natuurlijk. Naar zijn rechter. Crowley. Inspelen door. Crowley. Nog steeds. Ja, veel vrije ruimte voor Liefdink. Maar wacht nog even. En nu Crooks. Naar binnen. En op links. Crooks. Ja, wacht nog ook nog heel even. Crooks. Op de corner uit. Nee. Wordt het een corner? Nee. Ook niet. Dus ja, jongens, allemaal zeker bekijken. Ik heb nu een aankondigingsvideo gedropt. Die staat er zo op. Willem 2 heeft gescoord. Yep. Hebben zeker goed gescoord. En hoe? Gewoon echt een mooie aanval. Dus ja, jongens, de aankondiging is nu op mijn, in mijn video's te zien. Kijk die ook zeker. Want Feyenoord vs Utrecht wil je niet missen. En zeker niet als ik erbij ben. Ik zeg veel over mezelf, maar dat komt ook omdat ik gewoon ja, denk van, nou, het zal toch wel eens een keer leuk zijn om gewoon iets te doen. Morgen verander ik de subcount of de subcount namen in een lichtblauwe. Heel mooi. Dus ja. En nu, veel ruimte. Ja, heel slecht verdedigd door Fortuna hoor. Echt. Heel slecht. Heel slecht. Kondigingsvideo van Feyenoord. Dus is SC Utrecht. Hup, we kijken jongens. Nu, Diemers, veel ruimte. Diemers. Mooi meegeven, Novakovic, Novakovic, Novakovic. 3-3, wat een doelpunt van Novakovic. Oh joh, joh, wat een wedstrijd is dit, jongens. Echt, ik mocht niet te hard schreeuwen, maar wat een wedstrijd is dit. Echt waar, hoor. Klasse druipt er vanaf. Naar binnen en dan net dat ene gaatje gevonden. Zo, joh, 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 joh. Yo, gamekanaal. Ja, de klasse druipt er echt vanaf van Novakovic. Sol baalt ervan. Maar dit zijn de counters waar Fortuna het van moet hebben. En nu, ja, 3-3, ja, jongens. Deze wedstrijd is echt, volgens mij, al de meeste doelpunten in deze week. Van dit weekend. Ja, het Novakovic, echt schitterend. Het is de tweede van Novakovic. En ja. Ja. Hij speelt eerst Wallace uit, volgens mij. En dan. En dan schiet hij hem in de rechteronderhoek. 3-3. 3-3. Ja, jongens. Mijn reacties worden echt mooi. En ook de play-offs degradatiewedstrijden. Of de wedstrijden zoals ik denk. De wedstrijden die jullie echt mooi vonden. Was Ajax-Heracles. Dat was wel echt zo een mooie wedstrijd. En die. Peterson. Oh, om het maar zo te zeggen, het was echt een gelddoelpunt. Echt een gelddoelpunt. Ik zweer het je. Dat doelpunt is echt magnifiek. Zulke doelpunten zie je niet vaak hoor. Ik zweer het je. Messaoudi. Ach, mooi weggedraaid. Ja, die is zo sterk. Diemers. Diemers. Ach, mooi er langs. Diemers. Nu volg even, jongen. Twee man vrij. Ah, Luis verdedigt mee. Messaoudi doet dat goed. En dan, overtreding? Nee, Diemers. En weer door. 102 stream. Doet nog steeds pijn van Peterson. Maar eerlijk.
alle supporters vinden dat doelpunt mooi. Gewoon echt magnifiek. Dus ja, giveaways vraag heeft geen nut, jongens. En nu, ja, oppassen, Lambrou. Je hoeft hem niet te blokkeren, hoor. Oh, wat een verdedigende actie van Heerkens. Mooi gezien door Messaoudi, maar ja, goed verdedigd. Ja, maar eerlijk, je moet wel eerlijk toegeven. Al is het je grootste vijand, nog moet je zeggen dat het een schitterend doelpunt was. Echt. Yo, Wendel. Je bent er weer, Diego. Jij ook, Wendel. Oh, en dan gaan ze weer een 2 met 4, man. Kom op, meegeven, jongen. Af die chai. Slecht uitgespeeld. El Messaoudi. Oh, schitterend. Je wordt gewoon hier onttroond tot een mooie actie. En nu Novakovic. Lamprou. Novakovic voor het doel. Lamprou gaat zelf. Lamprou. Ja, de keeper redt hem. Nog steeds Fortuna. Met Rodriguez. Lamprou veel ruimte. Novakovic krijgt hem niet. Smeets. Ja, slecht verdedigd. Maar wel weggewerkt. Hey jongens, we gaan weer dikke streams behalen. Dus ja. Abonneer zeker. En blijf zeker geabonneerd. Druk op dat belletje. Kijk nu mijn aankondigingsvideo, jongen. Jongens en meisjes en dames en heren. En weet ik, iedereen die in de stream is, kijk gewoon. Want dan weten jullie wanneer ik live ben. Blijf kijken, want hoe meer weergave natuurlijk, hoe meer mensen er kijken. Dat is wel één ding wat ik zeker weet. Ik denk dat Fortuna hier toch wel met de winsten vandoor gaat. Omdat Fortuna natuurlijk ook zelf wil winnen. Een punt is hier niet echt een optie. Nee, het wordt echt 3 punten voor de een of voor de ander. Zo zie ik het wel in. Dat gaat geen gedeeltelijke punten worden. Er worden er gewoon 3 standaard voor iemand. Nou, Willem II kan ook gewoon 3 punten pakken. Want het is echt heen en weer. Het is een leuke wedstrijd. Kroeks, goede bal. Ah, goed verdedigd door Ninai. En dan, weggegeven door Ninai. Kroeks, Sol, Crowley. En nu Liefdink. Goed, Liefdink weer. Ja, van de bal gezet. Diemers. Overtreding. En dan, nou, hij krijgt geen gele kaart. Even wachten, jongens. Nou, even rustig aan. Zo is de scheidsrechter. Ik weet precies hoe hij dat zegt. Dat heb ik zo vaak gehad, joh. Nou, even rustig aan, jongens. Zo. Gisteren, er zat 1 rare spin in de badkamer. Omhoog. En daarna ik dacht zo van, ja, oké. Nou, er ligt er weer eentje op de grond, Smeets. Doorgaan. Ja, ze hadden die DNC nooit moeten verkopen op Willem 2. Sies. Wie is dat nou weer, Sies? Dat is een nieuwe speler. Zo. Denk een Afrikaan. Zou kunnen. Het zou kunnen, maar ik denk dat Smeets eruit gaat, ja. Hij is helemaal op. Hij is helemaal op. Klopt ook gewoon, hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. En dan komt in zijn plaats komt Sis. Doet me denken aan Cissé. Jullie weten het nog? Zeku Cissé. Maar dit is Sis. Met nummer 20, een even getal. Nummer 6, ook een even getal. Dat lijkt me echt een snelle speler. Wie weet, Twente heeft ook gewonnen met DN. Ja, tuurlijk, zeker weten. Maar ook gewoon alle credits naar Os. Nogmaals naar Os. Want ja, die hebben dat echt een mooi eerbetoon aan die kinderen die ja, onder de trein zijn gekomen. Het is helaas zo, ja, het is raar. Maar ja, het is echt bizar hoe het gebeurt. Het is gewoon
niet te beseffen dat je gewoon in één keer vier mensen verliest. Ik bedoel, ja, het is echt raar. Het is echt raar. En dan zo'n mooi eerbetoon. Natuurlijk nog respect naar Topos, zeker. En ook gewoon naar de Eredivisie clubs. Ook naar Sparta, zeker. Die hebben ook gewoon meegedaan. Ja, iedereen stond wel even stil. Ik dacht ook zo bij mezelf van, dit is gewoon, een mensenleven is echt duurder dan alles op de hele wereld. Ja, echt waar. Dat is gewoon zo. Korte corner. Oh, die glijdt weg. En nu. Lamproe. Net over. Jammer. Ja, jongens. Twente wint. Door Oosterwijk. Ja, en door Zakini, hè. Die komt weer in. Azazahidi er weer bij is, jongens. Zo. Azazahidi. Terug. Nou, ik gun die jongen alles. Echt. Het liefst wil ik gewoon dat hij bij Twente weggaat, omdat ik gewoon, hij moet zichzelf dit niet aandoen. Hij moet gewoon revalideren bij een Eredivisieclub en gewoon daar spelen. Zijn eigen ding weer doen. Maar hij wil Twente erin laten, dat is zo mooi, maar dat... Ja jongen, je moet gewoon echt, net zoals bij Sierra, had ook nooit bij Twente zo lang moeten blijven. Maar toch is die dat, heeft hij dat gedaan. Natuurlijk, onder meer Schreuder die hem natuurlijk gepusht heeft. En de Haken die ook natuurlijk altijd achter hem stond. Ook wel mooi. Maar zo zie je maar weer, jongens. Spelers die goed zijn, ja, die gaan weg. Maar waarheen? Ik zeg toch nog een. Nou, spelers zoals. Ja, kijk. Ik heb het over spelers zoals. Tuchak, weet je wel. Afalai. Aissati. Bakali. Leroy Fair. Weet je, dat soort spelers hebben hun carrière gewoon verpest. Je hebt wel geld, maar je hebt geen gelukkige wedstrijden gespeeld. Ik speel liever voor, nou, laten we zeggen, een ton in een jaar bij VVV. Weet ik veel wat je dan... Nee, bij Heerenveen. 2 ton. Dan dat ik bij Al-Shabaab Kabab speel in Arabië. En dat ik daar 2 miljoen verdien. En dat iedereen achter die geld aan zit. Is dan wel leuk en mooi en aardig. Je hebt er wel escorten, maar vertrouw dat allemaal niet uit. Ik heb het liefst gewoon dat ik lekker voetbal in Nederland. Dat is gewoon het beste. En die stap moet je ook gewoon kunnen maken, weet je wel. Zo moet je het ook zien. Je moet niet alleen aan geld denken. Als geld je gelukkig maakt, prima. Maar gelukkig maakt het jezelf niet. Zo denk ik er maar over. Tuurlijk, het is een steun. Je moet het hebben. Je kan niet zonder. Ja, je kan ook niet zonder je familie. Maar die hebben het geld eigenlijk voor je gemaakt. Want die hebben gewoon jou gepusht, nou, zeker in dit soort richtingen. Dat bedoel ik te zeggen. Dat je familie wel altijd op één moet staan. Zo niet, nou, dan weet ik niet wie er op één staat. Je kat of je hond. Nou, oké, weet ik veel. Dat kan ook, ja, weet ik veel. Maar zo is dat, jongens. Precies, goed gedaan. Precies. Nou, hij had gewoon door het midden moeten spelen. En ja, morgen 50 subs halen. Dan zijn we op de 1300. Dat zou wel... zeker prima zijn als we over de 1300 gaan. Ik verwacht wel iets. Maar ik reken wel op een hele grote stream. Dat heb ik ook gezegd bij Ajax Stoerengras. Stoerengras Ajax. En dat was ook wel een prima stream. Stoerengras Ajax. Want die ging echt lekker. Die ging echt hard. 100, 200, 300 kijkers. En ja, we zijn echt gewoon daarin echt goed gestegen. Gewoon hoe je het ook wilt. Hoe je het ook went of keert. Gewoon goed bezig. Vanaf die dag dacht ik ook van, nou, 544, 600 zoveel. We blijven subben, we blijven stijgen. We blijven altijd gaan en hijgen. Ach ja, ik heb dat ook altijd gedaan. Gewoon werken, gewoon doorgaan. Je moet gewoon iets doen. Uiteindelijk heb ik dit gevonden als ding. Mijn laptop die stond er ook maar zo bij van, ja, wat moet ik eigenlijk met een laptop? Uiteindelijk heb ik toch wel dit gevonden. Op de livestream. 1250 subs, we zijn over die 1k heen, 1000. Het zijn eigenlijk gewoon 1250 mensen. Nou, misschien gewoon 900 of 800 echte mensen, maar ja, die je gewoon volgen. Weet je, dat is ook weer zoiets. Afdijai, nog steeds meegegeven, niet goed. En dan, ja, oppassen jongens met die verdedigende acties. Novakovic erachteraan, hard werken. Ja, Lewis moet oppassen. Ja, goed gedaan door Novakovic. En dat doet heel snel, heeft nog de bal. Novakovic.
En Lewis, ja, dat is hard werken. Gewoon doorgaan, dat willen ze zien. En dat zegt het publiek ook bij Fortuna. Gewoon doorgaan, jagen, 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 opjagen. Hij is niet sneller dan Lewis, maar hij is wel slimmer en sterker dan Lewis. Zo doe je dat. Ik moet Lewis gewoon verdedigen. En dan vaker zeg ook, hop, jagen, jagen dat publiek. En dan volgende week Fortuna Ajax. Dat wordt ook een hele bijzondere wedstrijd voor mij natuurlijk. Altijd bijzonder, Fortuna. En zeker tegen de Amsterdammers. Wordt zeker bijzonder. Ook omdat ik natuurlijk Fortuna heb en Ajax. En ja, ja, bla bla bla. Zo gaat het dan, jongens. Deze wedstrijd zie ik wel winnend afsluiten. Maar ik denk dat Fortuna wel hier gaat winnen. Ik hoop niet dat er weer vechtpartijen komen. Net als vorig jaar tegen PSV. Want dat was wel het geval. Wat doet hij? Wat doet hij nou? Hij schiet gewoon die bal voor. Dat vind ik wel jammer, jongens. Ga nou niet vechten, man. Ga nou gewoon op het veld. Gewoon in de duels. En ga niet de supporters proberen. Weet je, dat is ook weer zoiets. Er zijn er een paar gekken bij die de club verpesten. En dan krijg je weer een boete. Dit en dat. Slaat ook helemaal nergens op, jongens. Dat is echt kansloos. Dat is gewoon het toppunt van kansloos. Gewoon, je vernedert. En je deprimeert. Gewoon je club. Gewoon je bal. En nu voor Sol. Kroeks. De keeper komt wel goed. En dan Cis. Ach, Rodriguez doet dat goed. Messaoudi, nu 1, 2, 3, 4, 5 man mee. Diemers. Novakovic is echt on fire, echt on fire. Diemers, goede bewegingen, goed. Nou ja jongens, moderators, morgen moeten jullie echt opletten, want ik ben ervan overtuigd dat er morgen heel veel kijkers komen. Dus alsjeblieft, let op. Allemaal mensen, gewoon blijf pushen, blijf die subcount omhoog halen. Het is helemaal niet schadelijk als ik in een stream met 500 subs haal, dat zou echt een mooie stream zijn. Want hoe meer subs, hoe meer mensen ik ook shoutouts ga geven en meer mensen je ook mod kan geven. Uiteindelijk moet ik ook meer naar de 10, 20, 30 mods. Uiteindelijk, dat is gewoon zo. En ik ben daar ook wel van overtuigd. Dat ik ook gewoon altijd doorga met wat ik doe. En daarin ook gewoon altijd achter blijf staan, weet je wel. Dat is ook sowieso één ding. Ik blijf gewoon altijd achter mijn punt staan. Dat ik altijd door blijf strijden voor wat ik doe. Als je dat niet doet, dan kan je niks doen. Weet je, dan kom je nergens. Dus blijf altijd gaan voor je doel. Blijf ervoor gaan. En ga dit jaar ook gewoon goed om. Met school, dat moet ik ook doen. Dat is ook weer zoiets. School moet ook gewoon goed gaan. En als dat goed gaat, dan gaan mijn streams ook goed. Zo zie ik het ook maar in. Af DJ! Weet je, een slimme bal eigenlijk, maar niet slim genoeg. Zo man, even staan, kill. Wacht even, boys. Oef. Oef, overtreding gemaakt op Diemers. Zo. Oef. Hele rug, hè, niet alles. Zo. Jullie zien nu gelijk mijn poker shirt, je weet het. We houden het simpel. Net als wel simpel. Zo. Precies goed gelopen, maar niet goed gestuurd. Ja, als Fortuna slim was geweest, had het DNC gehouden. Maar ja, het salaris daar. En Willem II is natuurlijk wel een klein beetje hoger. Maar niet al te hoog, maar wel zeker vorstelijk hoger. Ja, als je naar het Willem II gaat. Ik bedoel, je kan dan ook naar een andere club, weet je wel. Dan kan je ook gewoon naar een middenmotor. Willem II is onderin niet echt van de partij, maar bovenin ook niet. Midden ook niet, dus ze zijn een beetje midden. Ze zijn een beetje tussen plaats 13 en plaats 16 moet Willem II staan. Crowley, goed gedaan. Kroeks, voorzet. Komt niet aan, weggewerkt door Ninai. En morgen jongens, ben ik echt in het net gekleed. Morgen een mooi shirt aan, heel mooi shirt aan. Misschien weten mensen al wel wat voor shirt.
Heb ik misschien al een keer gezegd. Maar het wordt een leuke stream. Daarom zeg ik wel dat netjes gekleed zijn. In alles wat ik doe, wil ik netjes gekleed zijn. En ook dit is ook weer zoiets. Gewoon altijd. Je blijft gewoon simpel, maar dit is gewoon ook simpel, dit shirt. Het kost wel 30 euro, maar snap je? Het is gewoon iets wat ik leuk vind en ik koop het. Dus ik heb heel veel verteld nu, jongens. Ik zit ook nog borst zo. Ik barst natuurlijk nog van de verhalen. Maar dat vertel ik jullie allemaal weer morgen, jongens. Diemers, nu. Ach, op rechts. Ja, dat is een goede bal. Een hele goede bal. Oh, precies. Precies nu. Heel snel is die ook. Precies. Ah, krijgt de bal net niet goed mee. En een worden voor Fortuna. Als Fortuna gewoon wint, dan is het geen probleem. Want ze willen ook winnen. Diemers. Nog steeds Diemers. Oh, mijn Sayuri. Oh, slim. En die glijdt uit. Oh. En dan sturen. Sturen op Sol. Ach. En dan moet het nog steeds via rechts. Kroeks nog steeds. Kroeks buitenom. En een hoekschop voor Willem II. Even kijken hoor, jongens. Ja, 3-3. Fortuna. Als het wint, staat het 2 punten. Dan staat het op de 8e plek. Nou, het is gewoon alleen maar om op die onderste regionen weg te komen. Hè. Gewoon om die onderste regionen te verlaten. En dan... Oh, ja, koppel! Oeh, Crowley. Kwam hoog genoeg. Maar gaf niet genoeg richting mee aan die bal. Dat is het punt. Ja, hij moet oppassen. Hij moet oppassen. Want voor hetzelfde gaat vliegt die bal erin. En die keeper die staat er ook maar bij. Ach ja, jongens. Ik vind wel dat jullie het weer top doen. Ja, Vitesse ADO om 8:45. Nou, maar ik denk niet dat ik... Nee, die... Weet je, het is wel wat leuk, maar... Geen stream om te streamen om 8:45. Dat is geen 8:45 stream. Dat kan ik beter doen met Ajax of zo. Och, mooi gespeeld. En nu, ja, veel ruimte. Heel veel wordt het een doelpunt. Het wordt 4-3. Ja hoor, 4-3. Daniel Crowley. Oei, wat een aanval weer. Wat een aanval weer. Crowley, wat een doelpunten weer. Nog 19 minuten op de klok. Plus wat extra tijd. Reken maar op een kleine 25 minuten. Ja, het is echt. Dan krijgen ze er misschien dadelijk weer eentje om te horen. Ja, zo is dat nou eenmaal. Zo is dat nou eenmaal, jongens. 4-3. Het is weer Crowley. Nou, Crowley scoorde niet 2 keer, maar nu is het de eerste. Het is een techniek, hoor. Je chipt die bal erop. En dan gewoon schieten. En dan gewoon schieten. Eredivisie 2008-2019. 6 wedstrijden, 2 doelpunten. Maar hij is heel belangrijk op het middenveld. IJzersterk. Assisten, voorzetten, slimme paasjes. Dat is het gewoon. Ja, jullie juichen nu wel. Maar oppassen. Oppassen, want het kan zo 4-4 worden. En dat zou helemaal niet gek zijn als Fortuna 4-4 maakt. En vooral niet met Novakovic. Hier valt dit wel wat in huis. Ook tegen PSV zag je dat. PSV heeft toch wel wat iets betere verdediging hoor. Dan Willem II. Iets, zeg maar gerust, veel beter. Alleen Swaap is niet, is Eredivisie waardig. Maar Champions League waardig is die zeker niet. Daarentegen gaat Dumfries echt Champions League waardig zeker worden. Die gaat ook echt een stap maken hoor. Die gaat ook echt een stap maken. Naar een hele grote club. Die kan ook echt mee in de Premier League. Dat zie ik hem al doen. Ik zag hem tegen Barça. Pakte die bal van Messi af. Hard in een hard duel tegen Alba. Ja, het is echt een prima, prima speler. Veel te goed voor PSV. Zo speel je bij, Sparta, Heerenveen, Willem, PSV tegen Barcelona. Ja, hoe mooi kan het zijn? Het is echt een mooi verhaal eigenlijk van Dumfries. Het zou eigenlijk een doc over moeten worden gemaakt, een documentaire.
Rustbepaald de keeper. Geen slimme bal, maar gewoon weggewerkt. En dan twee man in de rug van Diemers. Ja, Dammers. Ja, Dammers. Nog maar 50, jongens. Nou, we doen het prima. We doen het gewoon goed. En ik denk dat het er wel een 4-4 kan opleveren. En nu. Goed, nu! Dammers, ja, moet goed verdedigen. Ja, en doet dat ook gewoon goed. En nu komt er nog een in als Virgin Anita. Ook in de Premier League gespeeld, samen met Sissoko, Wijnaldum. Maar ja, Virgin Anita, terug op het veld. Terug. Hij kwam ooit van Ajax, speelde bij Ajax, kampioensjaar met Ajax. En hij is weer terug op het veld. Natuurlijk met in Engeland veel geld gecashed. Ook dat. Dat is ook normaal als je gewoon een mooie transfer kan maken. Waarom niet? Loontjes eruit voor de Fern Anita. Dat is toch wel iets makkelijker met mijn naam Anita. Iets bekender ook. Dus ja. 4-3-4. Ja, die had ik echt nooit voorspeld. Dit, die kan ik al afschrijven voor mijn lijstje. Dat het niks wordt. Dat kan altijd nog 5-4 worden. Wie weet, je hebt nog een kwartier. Je hebt nog een kwartier. Lamproe. En overtreding. Gele kaart. Of een rode kaart. Ja, dat is geen slimme overtreding, nee. Nee. Ik vind ook niet dat Willem 2 hier de winst mag pakken. Nee, dat is zeker niet waardig. Diemers, laat die vrije trap nemen. Kroeks blijft maar doorzeuren, krijg je daar een rode kaart, kan je vertrekken. Houd nog een keer je mond tegen de scheidsrechter, man. Die mensen zijn er ook gewoon om de wedstrijd te leiden. Tjonge, jonge man. Doe toch normaal, joh. Diemers, met de vrije trap. Ja, 4-4. Oei, 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 oei. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Welleroy is echt buitenspel, maar 4-4. Och. Buitenspel? Wat? Wat? Wat gebeurt er allemaal? De VAR wordt erbij gehaald. Nog geen 4-4. Ja, die heeft een bloedneus. Hoe kan het nou weer buitenspel? Zo, die heeft echt een bloedneus. Zo. Nou, dat is geen buitenspel, hoor. Dat is geen buitenspel. Dat kan nooit. Dat kan echt nooit. Vier, vier, jongens. Ja? Doelpunt wordt goedgekeurd. 4-4. Zo. Een bizarre wedstrijd. Wat een bizarre wedstrijd. Ach, dit soort wedstrijden zie je niet vaak. En zeker niet bij Fortuna. Althans, ik heb hem in jaren niet zo mooi gezien. Nou, het doelpunt moet nog komen. Het doelpunt moet nog komen, jongens. En zo, ik zei het toch, Willem 2 heeft echt niet de verdienst om hier te winnen. Gelijk spel, oké, maar winnen echt niet. Zie je, 4-4. Het is Rodriguez en die kwam met zijn neus tegen die bal aan. Die spat helemaal open, er gaat bloed eruit, alles eruit.
Gaat het nou ook onweer? Ja, doe het normaal, wij. Anita. Louis. En nu, Fern en Anita. We doen dat nu even met 10 man. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 man even, dus Fortuna moet nu even anders spelen. Ik vind de regel dat als er eentje uit is, dan moet de ander er ook uit. Dat moeten ze als regel doen. Anita, bal kwijt. Teamers, omschakeling van Fortuna nu. Nu meegeven. Novakovic is sneller. Novakovic is sneller. Doet dat ook goed. Ja, en Eerkens doet dat ook prima. Eerkens doet dat ook prima. Ja, Kroes. Waar zit je dan, hè? Payback krijg je altijd. Meisner doet erin. Willem 2 gaat nu alleen maar in de verdediging spelen. Dan moet je juist een aanvaller erbij gooien, Fortuna. Ik zou zeggen, gooi Stokkers erbij. Maar ja, dat is ook weer zoiets. Wat gaat Fortuna nu doen? Wat gaat Fortuna nu doen? Diemers, nou, gewoon naar voren. Ja, gewoon druk zetten op die bal. Ze komen er toch niet uit in die hoek. Zo. Dan gaan ze weer. Ik wil even niet dat mensen naar binnen kijken. Opgepleurd. Kijk maar bij je oma naar binnen, maar niet bij mij. Het is geen theehuis. Wat gebeurt er allemaal? Anita. Crowley. Crowley. Schot. Nee. En overtreding. Ja. Ach ja. Gewoon doorgaan. Nou jongens, ik weet niet wat jullie voorspelling was voor deze wedstrijd. Maar Lars Hutte komt er nog in, dat is een harde werker. Wie weet wordt er nog wat geproduceerd bij Fortuna. Als het nu 5-4 wordt, dan weet ik ook niet meer waar deze wedstrijd naartoe gaat. Wissel. Lars Hutte komt erin en in zijn plaats José Rodríguez eruit, Hutte erin. Oké. Slim. Nou, die bal wordt in één keer op doel geschoten. Het signaal klinkt. Crowley met het schot. Nee, met de voorzet. Hutte goed verdedigd. Keurig gedaan. Corner voor Willem II. Gewoon nog wel weer een 2. Jongen, jongen, jongen. Wat is die allemaal aan het doen? Fortuna, wat zijn ze allemaal aan het doen? Gewoon er komt. Oh nee, die bal die wordt weggerost. Oh, wat een schot. Maar net overgeschoten. Heerlijk gedaan. Heerlijk geraakt door DJ. Ah, net over. Net over. Zo. Pff, die zouden maar invliegen, joh. Dat is het doelpunt van het jaar. Oh. Echt waar, hoor. Dan is het echt een doelpunt van het jaar. En je staat nu eigenlijk met lege handen, Willem 2, want je stond voor. En je staat nu bijna weer achter. Precies. Goed gedaan. Diemers, geen fouten maken achterin, jongens. Geen fouten. Blijf subben, jongens. Een fout achterin bij Fortuna. Dat kan ze de kop kosten. En nu, schot van Crowley. Die gaat schieten, die gaat schieten, die gaat schieten. Laat hem niet schieten. Goed gedaan. Hutte verdedigt. Hutte. En dan.
Precies, voor die bal ging die. Keurig. Rowley doet dat ook weer slim en heel keurig. Voorzet komt van Lewis. Ja, vrijheid. En die is goed verdedigd. Hutte verdedigt ook goed. En de keeper heeft hem ook weer. Prima gedaan hoor. Prima gekiept. En jongens, allemaal abonneren. Like, subscribe. En blijf gewoon abonneren. Join mijn Discord ook. En ja, dat doe je gewoon goed toch? Dan doe je het gewoon goed. Lange bal, ja, die moet weggewerkt worden. Goed. Novakovic. En jongens, allemaal blijven subben. Zo, die zit er ook echt een beetje stoned bij. 5 minuten. Plus nog wat extra tijd. Het zou dus 3 worden. Dat is echt standaard in Nederland. In Engeland gooien ze minimaal 7 of 8 in. Dat maakt ze ook niet uit. In de Bundesliga ook. Is ook niet erg. Hier is 5 minuten echt wonderbaarlijk, om het maar zo te zeggen. Dat is wel echt waar hoor. Dat is gewoon typerend voor het Nederlands voetbal. Zomaar. Morgen pizza eten. Ik heb daar wel eventjes zin in. Althans, niet echt heel veel, maar het is toch wel lekker. Ja, Willem II wil winnen. Ja, goed. Van de bal afgelopen. En dan overtreding, gele kaart. Ja, die krijgt geel. Dat is heel dom. Vanaf DJ. Lijkt hem ook niks te interesseren. Totdat hij dadelijk rood krijgt. En dan gaat hij huilen. Ja, dat is wel iets wat heel dom is hoor. Maar ja, zo is dat nou helemaal, jongens. Zo is dat nou helemaal. Dan gaan ze weer. Goed verdedigd. Nu. Ja, strakke bal. Goed aangenomen. Zo. Prima. Door. Ja, die had in één keer door moeten spelen. Hutte, goed gedaan. Nu gezien. Sirani, mee op. Sirani. Daar is die bal kwijt. Jongen, jongen. Ja, nog steeds. Nog steeds. Ach, jammer. Een 4-4 zou echt een rare uitslag zijn. Ja, nog steeds, hè, jongens. Blijf subben. Lewis. Gewoon allemaal blijven subben, jongens. Dan doen jullie het echt prima. Je naam komt ook in beeld. Nu, Liefdink. Lewis. Ach ja. Morgen weer meer subs erbij hoor. Slecht verdedigd. En nu Cies gewoon doorgaan. Hoe jagen man. Ach, door de benen gespeeld, ja. En ze willen of een punt of 3 punten. Dus dan moet Willem 2 doorgaan. En meer in de aanval gaan. Als het wint, kan het gewoon Ajax een puntje, een present geven. Oh, zo, wat een redding. Jezus, man. Wat een schot van Sol. Die balt daar zo van. Maar die Kozelev echt keept echt een prima wedstrijd. Niks mis mee. Heeft allemaal 4 doelpunten tegen, maar keept echt een prima wedstrijd. Hoekschop komt. En dan Kozelev, goed. Door.
Ja, Fortuna een punt. Ja, ook goed. Ook goed. Dat maakt het denk ik ook niks uit. Ja, morgen jongens, zeker komen allemaal. Aankondigingsvideo is al gemaakt. Precies nu. Wat gebeurt er allemaal? Zo, jongen. Morgen Feyenoord Utrecht. Of man. Moet je nog vroeg opstaan? Als vroeg. Voor mij is 10:15 al vroeg, man. Oh nee, ik moet 10 uur opstaan. Jongen, jongen, joh. Het slaat ook weer helemaal nergens op, maar ja. Het moet maar, hè. Nee. Hoeveel minuten extra tijd? Denk 4. Denk 4, ja. 3. 3 worden het. Voorzet! Ja, tegen iemand aangeschoten. Anita, ja, als hij de fout in gaat op het middenveld, dan kan het hun nog de kop kosten. Maar ja, nu. Een gerost. Het zou wel heel raar zijn als die bal nu er nog invalt. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. En die valt er niet in. Hoekschop. Hoekschop. Dom zijn als de keeper mee nu naar voren komt. Maar ja. Het kan allemaal. Het kan allemaal. Hoekschop komt. En dan. Kostedev met twee handen. Hoe ga je, jongen? Kom op naar voren met die bal. Precies. Ja, ach, jammer. En dan nog een wissel zeker. Nee. Komt er nog een winnaar? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Ach. 4-4 is een beetje een rare uitslag, hè? Ja, voor hetzelfde gaat heb je hem wel goed. Voor hetzelfde gehad heb je hem wel goed. Dimas. En nog één keer naar voren. Zeker nog één keer naar voren. Nog alles en geven. En dan Willem II nog een keer. Ja, dan moet het wel heel snel gaan. Oh, oh, met 4 man. Meegeven, jongen. Die Crowley is zo technisch. Wat nu? Wat nu? Wat nu? Wat nu? Wat nu? Wat nu? En de keeper heeft hem. Keurig, Kostelev. Vrije trap. En het is afgelopen, jongens. Ik ben klaar met de stream. Tot morgen. 2 streams. 11:45 ben ik live. En ben er zeker bij. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Ciao, amigos. Later.